Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En tegenwoordig kun je me dus een bedankje sturen, echt superleuk. Hier onderaan de video zie je een button bedankje. Werkt de link nou niet, dan kun je dat dus in de reactie of in de beschrijving van de video een link vinden. Dan kun je het op een andere manier doen. Lieve mensen, ik wil jullie echt zo enorm bedanken. Ik vind het zo lief. Ik krijg zulke lieve bedankjes. En ik hou zoveel van jullie. Het ontroert mij echt. Ik ben zo te gek dat ik jullie de wereld wil geven. En ik vind het echt heel erg leuk. Ik waardeer het zoveel. En ik heb weer hele mooie dingen. Dat ik denk van, hey, ik kan het zo vertellen dat we het even makkelijk in ons op kunnen nemen. Ik ga korte filmpjes voor jullie ondertussen ook maken. Natuurlijk blijf ik het boek van Saint-Germain doorvertellen. Elke week zullen jullie daar ook video's van krijgen. Ondertussen ga ik natuurlijk nog veel meer video's voor jullie maken. Zodat je, dat we onszelf brainwashen met de waarheid, jongens. Dus, met positiviteit, liefde, geluk. Dat we alles wat ons hartje begeert op een liefdevolle basis bereiken en eigenlijk al bezitten. Vrijheid, totale vrijheid. Dus ik heb hier het boek van de Meesters van het Verre Oosten. En dat is natuurlijk het meest bijzondere boek dat ik ken. Daarnaast samen met het boek Saint-Germain natuurlijk. Ik wou dat er nog meer boeken waren hiervan. Misschien zijn ze er wel, ik heb ze nog niet gevonden. Maar dit is al een godsgeschenk. Hier achter in het boek, dat is een studiegedeelte. En daar zie je dus ook allemaal vragen en antwoorden. En het is begonnen dus bij bladzijde, even kijken, 529. En daar gaat dus eerst over een verhaal. Krijg je dan eerst beelden van vroege gebeurtenissen. Ik ga jullie het verhaal even niet voorlezen. Ik ga het even kort houden. En ik ga alleen de vragen en antwoorden met jullie bespreken. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel vragen die mensen hebben. En hier in dit boek staan al heel veel vragen en antwoorden. En het is zo bijzonder. Elke keer lees je dingen anders. Elke keer als jouw hersenen dus het gaan bevatten en het kwartje gaat vallen, dan lees je weer nieuwe dingen. Want dat is op dat moment dat stukje wat jij nodig hebt. En elke keer krijg je weer nieuwe stukjes die je nodig hebt om jezelf te bevrijden van deze, belachelijke hypnose waar we in zitten. En dus dat ga ik doen. En dan heb ik hier nog een hele rits van citaten opgeschreven uit het boek. Er is nog veel meer, er komt nog veel meer aan. Daar ga ik er gewoon twee met jullie van bespreken. En dan hou ik de video's gewoon kort. Dus ik ga deze bladzijde met vragen en antwoorden voor jullie lezen. En dan ga ik weer in de volgende video weer een bladzijde met vragen en antwoorden lezen. En dan weer twee citaten. Ja? Nou, dan weten jullie wat te wachten staat. En dan ga ik beginnen. Ga ik eerst maar eens eventjes met de citaten beginnen. Dus de eerste en de tweede. Emile zegt, slechts wanneer ik het uiterlijke geheel laat varen en het ware ik ben laat spreken en handelen en de grote liefde Gods door mij werken laat, slechts dan kan ik de dingen die ge mij hebt zien doen volbrengen. Wanneer gij de liefde Gods door u heen laat stromen naar alle dingen, dan zal er niets zijn dat angst voor u heeft en geen kwaad kan u overkomen. Nou, Emiel is een van de hoofdmeester die hierin spreekt. En hoofdpersonage wil ik dan zeggen, maar ja, personage. Ik vind het woord persoon niks. Maar goed, dus dat is een van de meesters die hier in het boek spreekt. Emiel is iemand die, net zoals jij en ik, die zijn bewustzijn heeft ontwikkeld. Dus ontwikkeld, het woord zegt het al. Je wikkelt iets van je af. Je ontwikkelt jezelf van dingen waar je in verstrikt bent geraakt, zeg maar. En hij vertelt hem dus alle dingen die het Christusbewustzijn is. Ja, dus alles wat het Christusbewustzijn kan. Als jij dit ontwikkeld hebt, dan kan je leviteren, vliegen, materialiseren, je kan door vuur heen lopen, kou kan je niet raken, hitte kan je niet raken. En ze vertellen je precies hoe dit moet. Dus Emiel
Die komt dan ook geteleporteerd in zijn slaapkamer, in het hotel waar hij zit. En Bart Spalding is op reis naar Tibet, India, naar het Verre Oosten. En hij doet daar eigenlijk dus onderzoek naar archeologie. Dus oude opgravingen van oude dingen en dat soort dingen. En dan leert hij dus Emile kennen. Dat is het verhaal in het kort. Ik heb er al eerder video's over gemaakt. Maar goed, Emile zegt dus, slechts wanneer ik het uiterlijke geheel laat varen. Dus als jij denkt dat jij het doet. Hè, dus ik zal even zeggen, nou, ik denk dat als Delilah het moet doen. Omdat daar dus een karakter aan vastzit. En daar eigenlijk een hypnotisch beeld nog aan vastzit. Van deze hypnotische wereld. Als je dat loslaat en je laat het de ik ben, de godstroom doen. Dan pas die ze hem hebben zien volbrengen. Ja, dus slechts wanneer ik het uiterlijke geheel laat varen en het ware ik ben laat spreken en handelen en de grote liefde Gods door mij werken laat, slechts dan kan ik de dingen die ge mij hebt zien doen volbrengen. Wanneer gij de liefde Gods door u heen laat stromen naar alle dingen, dan zal er niets zijn dat angst voor u heeft en geen kwaad kan u overkomen. Nou, dat is dus ook wat ze zeggen, hè? Liefde overwint. Liefde heeft al gewonnen. Als je de liefde enorm ontwikkelt, dus echt liefde voor alles, dat je angsten verdwijnen, dan kan ook niemand jou iets deren. Of niets kan je ook kwaad doen, want je zendt die angsttrilling niet meer uit. Of die onzekerheid, of dat achterdocht. Ons haar, nou, daarom hebben we ook haar over ons hele lichaam, dat zijn trilhaartjes. En dat is enorm interessant, ook als je naar dieren kijkt. Door middel van hun haar kunnen ze hun prooien opsporen. Zo doen spinnen dat, zo doen eigenlijk alle dieren dat. Ja, ze voelen dus een angsttrilling van een zwak dier. Want dat zijn eigenlijk de prooien. Want een sterk dier zullen ze nooit durven aanvallen. Dus die is zelfverzekerd, die hebben geen angst. Dus die vallen ze niet aan. Dat is geen slachtoffer. Hè? Slachtoffer voor de slacht. Zo zul je het zien, hè? Slachtoffer. En ons haar kunnen we dus alles mee voelen. Dat zijn trilhaartjes. Daarom voelen wij ook intenties van andere mensen. Daarom voelen we indrukken, energieën van andere mensen. En er is een secret society. Dat heb ik ook in mijn video's beschreven en verteld. Symbolen en geheime genootschap. Die society noemen ze de Frill Society. V-R-I-L. Society. En er is weinig over naar buiten gekomen in eigenlijk alle jaren sinds 1800 of zo. Maar er is wel veel over te vinden nu je dus de naam kent. En de Frill Society, dat waren vrouwen met gigantisch lange haren. Echt haar tot over de grond. En dat gebruikten ze als antennes. Dus onze haren zijn antennes. En zij werkten heel nauw samen met het Thule-gezelschap, dus van Hitler. De society die ze gebruikten voor telepathie en contacten maken met andere wezens of andere planeten. Ze konden heel goed helderzien zijn. En zij zijn ook degene die de UFO hebben bedacht. Hè? De unidentified object. Maar ja, het is natuurlijk geen unidentified. Het is de vliegende schotel. Hè? Of de vliegende objecten hebben hun bedacht. En het was ook werkzaam dat ze dus ook de zwaartekracht hiermee konden opheffen. Dus ze hebben dit gechanneld gekregen. Of hoe je dat ook moet noemen. Ze hebben telepathie gehad met andere planeten die ook al dit soort vliegende objecten hebben. En die hebben ze dus volbracht. Er zijn filmpjes van, er zijn foto's van. Je kan het allemaal op internet vinden. Dat is enorm interessant. En dat is dus ook waarom ik dit uitleg. Is omdat je haren zijn dus jouw contact. Hè? Dat is eigenlijk jouw gevoel. Met haar kun je dus voelen of iemand te vertrouwen is of niet. Luister dus naar je lichaam. Je hebt het niet voor niks gekregen. Als je iemand heel mooi hoort zingen, ja, dan gaan je haartjes soms overeind staan omdat je daar ontroerd van raakt. Of als je ergens van schrikt of iets engs vindt, dan krijg je kippenvel. Ja? Dan gaan die haartjes ook overeind staan. Dus hiermee voel je de trillingen van anderen. En daarmee kan je dus ook de trilling van je dieren voelen. Ja? Maar je kan ook dus trillingen uitzenden. Dat is ook wat mensen altijd zeggen. Ja, maar als ik bang ben, dan bijt hij. Ja, dat komt door de trilling die hij opvangt. Dus als jij liefde gaat uitzenden en dit enorm gaat ontwikkelen, kan niets jou iets doen, kan niets op jouw pad komen wat met vernietiging te maken heeft. Want het trekt elkaar niet aan dan. Snap je? Nou, dan heb ik hier citaat nummer 2.
De geboorte van Jezus betekent niet alleen de komst van Jezus. De Christus in deze wereld. De geboorte van Jezus betekent niet alleen de komst van Jezus, de Christus in deze wereld. Maar deze geboorte staat ook voor de geboorte van Christus in ieder menselijk bewustzijn. Om meer te kunnen ontvangen, moeten wij weggeven wat wij al ontvangen hebben. Als wij dat wat wij ontvangen hebben zelf houden, dan zal een stilstand daarvan een gevolg zijn. En wij zullen zijn als het rad dat uit het water kracht tevoorschijn roept. En dat plotseling het water dat het gebruikt achter begint te houden. Door dit onbenutte water zal het rad al snel tot stilstand gedwongen worden. Slechts wanneer het water vrijelijk door het rad kan stromen, geeft het rad mogelijkheden. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Nou, het mooie is ook van de woorden Jezus Christus. Wij hebben het geleerd, of de mens heeft het geleerd. Een groot stuk van de bevolking heeft geleerd dat Jezus de voornaam is en dat Christus de achternaam is. Nou, Jezus betekent je suis. Dat is dus op zijn Frans. Je suis betekent ik ben. En Christus betekent het licht. Dus ik ben het licht. Ja, dus Jezus, Christus, ik ben het licht. Zo ga je zo anders naar dingen kijken dat je denkt, oh my god, dat is ook wat hij verkondigt. Ieder mens is het licht. Ja, dus de geboorte van Jezus Christus betekent niet alleen de komst van Jezus, de Christus in deze wereld, maar deze geboorte staat ook voor de geboorte van Christus in ieder menselijk bewustzijn. Het licht in ieder mens. Dus om meer te kunnen ontvangen, moeten wij weggeven. Ja, wat wij al ontvangen hebben. Als wij dat wat wij ontvangen hebben zelf houden, dan zal een stilstand daarvan een gevolg zijn. Dus hoe meer je geeft, is energie. Ja, het is allemaal energie. Het is chi-kracht. En dat is ook wat ik in de vorige video heb verteld met dus elektronische substantie. Er is een reactie geweest dat iemand zei van, ja, maar elektronisch is toch juist helemaal niet goed. Dat heeft toch met elektra te maken. Nou, het is niet met een elektra wat wij kennen onnatuurlijke elektra, ja, gemaakte elektra, ja. Het is niet elektra met een stopcontact. Het is elektronische energie die wij bezitten. Dat is ook waarom je je fit voelt, ja. Dan is je batterij is opgeladen. Dat is energie. Als jij dus energie hebt door iets wat je doet, wat je leuk vindt, dan krijg je energie. Als je lekker eet, krijg je energie. Als je goed ademhaalt, krijg je energie. Als je sport, krijg je energie. Er zijn zoveel facetten waar je energie van krijgt. En deze energie, ja, ook al denk je aan die energie, kun je hem voelen. En kun je hem vergroten en versterken. Dus het is niet namaakenergie. Ja? Of energie die we hier nu van antennes kennen. En van die gekke, weet ik veel, hoe heet die dingen, die windmolens of zo. Nee, het is energie die van binnenuit komt. Onze chi-kracht, of ki-kracht, wordt het ook wel eens genoemd. En chi is net als het water, is energie. 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 Ja, inner chi. En die kunnen we dus opwekken en vergroten. Dus hoe meer we geven, dus alles wat we geleerd hebben juist door te geven. Alles wat we wat ons inzicht geeft door te geven. Alles wat je aan materiële zaken hebt waar je van geleerd hebt, wat je niet meer gelijk door te geven. Geld hoort te rollen, hè, zeggen ze. Hoort uitgegeven te worden. Hoe meer je dat geeft met liefde en intentie. En als jij ook geld uitgeeft aan zaken, juist aan zaken die jou gelukkig maken. Dat is de intentie. Dus hoe meer jij die intentie van iets geeft, ja, met geluk, dat jou het gelukkig maakt. Hoe meer het de ander ook gelukkig zal maken. Want dan zal die intentie zal in dat object of in dat geld of in wat je ook geeft zitten. Niet geven vanuit angst. Of ook niet geven vanuit dat je er iets terug voor wilt. Of geven dat je uit schuldgevoel of uit medelijden. Hè, want dan ga je meelijden. Die intentie is dan verkeerd. Dus hoe meer je geeft, hoe meer we ervan zullen ontvangen. Als je iets achterhoudt. Dus net als wat die duisternis dan doet, hè, die houdt kennis achter. En je ziet, ze komen tot stilstand. Ze hebben tot nu toe nog niks bereikt. Wat hebben ze nou bereikt? Niks. Moord en doodslag, nou, dat blijft altijd hetzelfde liedje. Ze bereiken er niets mee. Dus het komt tot stilstand en op den duur zetten ze zichzelf schaakmat.
Nou, dan ga ik naar de vraag in antwoorden. Wat is het beste pad om te volgen om verlichting te bereiken? Antwoord. Het pad ligt diep in u. Zoek steeds dieper in uzelf. Weet dat dit grote licht u toebehoort. Dat is het enige wat nodig is. Vraag. Hebben Jezus en de discipelen en andere Bijbelse figuren echt in levende lijven zoals wij dat begrijpen bestaan? Antwoord. Oh ja, we hebben een aantal van hun levens vastgelegd in de films, in de filmbeelden van gebeurtenissen uit het verleden. Dus dat hebben ze allemaal. Ja, waarom dat niet naar buiten komt, er zal wel weer iets achter zitten. Waarom het allemaal weer achter slot en grendel zal wel weer door iemand gekaapt zijn. Maar goed. Vraag. Hoe zag Jezus eruit toen u hem zag? Antwoord. Hij is ongeveer 1,85 meter lang. Als hij vanavond in deze groep aanwezig zou zijn, zou u hem onmiddellijk herkennen als wat hij is, een man van de hoogste realisatie, zoals hij iedereen zou zien, met de macht om alles tot stand te brengen. En dat deed hij ook, en heeft hij altijd gedaan. Hij leeft nu, zoals hij dat altijd al deed. We hebben hem op beeld vastgelegd, precies zoals we u op beeld zouden kunnen vastleggen. We hebben beelden van hem, terwijl hij gearmd loopt met Luther Burbank, en Dr. Norwood en een aantal anderen. Vraag. Worden al deze grote problemen die de menselijke geest teisteren volledig overwonnen wanneer we het leven van de meesters in praktijk brengen? Antwoord. Ja, Jezus' krachtige verklaring was dat de waarheid u vrijmaakt. Nou, absoluut. Dat hebben we de afgelopen 3 jaar al wel gemerkt. Hoe meer je alles te weten kwam, hoe meer vrijheid je krijgt, hoe meer je angsten verdwijnen. Dus inderdaad, de waarheid maakt vrij. Dus meer van dit, jongens, meer van dit. De waarheid maakt vrij. Vraag. Hoe raakt de mens verlost van het idee dat de mens God niet is? Nou, ook een hele goeie, want we zitten natuurlijk in het verleden, zijn we zo geprogrammeerd dat dat je God niet bent, dat je God niet mag. Je mag niet eens zeggen dat je God bent, want ben je een godlasteraar, ben je een ketteraar, ben je een, weet ik veel, een heks, of weet ik veel wat ze, hoe ze je gaan noemen. Je bent in ieder geval niet goed bij je hoofd, terwijl als je de geschiedenis bekijkt, iedereen goden genoemd werden. Kijk maar naar de Griekse mythologie, wat helemaal geen mythe is, maar eigenlijk gewoon altijd heeft bestaan. Iedereen was een god, en iedereen is een god, ja. Ze zijn allemaal goden, we zijn engelen. Nou goed, dus wat is dan het antwoord? Dus hoe komen we van dat idee af dat je God niet bent? Nou, ik denk heel velen die mijn video's kijken nu inmiddels wel weten dat ze God zijn, maar goed. Het antwoord. Door te weigeren de negatieve verklaring te accepteren. De verklaring ik ben God bevrijdt u van de negatieve verklaring dat u God niet bent. Het is beter om de waarheid dan de onwaarheid te spreken. En wees ook niet bang met wat mensen denken of wat ze voor oordeel hebben. Of weet ik, het gaat om de waarheid. En dat is wat je bent. Je bent God. En het heeft niets met wedijver te maken. Of met ego. Of dat je beter wilt zijn dan de ander. Dan zou ik wel zeggen, dan ben je ego. Weet je wel. Maar het is niet. Kijk, dat is wat dat ze voor beeld hebben gemaakt. Van een God daarboven in de hemel. Die zegt of je goed of slecht bent. Of dat jij mag leven of mag gaan. Of heel veel van die religies die dan zeggen, ja, God heeft hem eerder genomen, want hij wil dat hij bij God komt. En al dat soort onzin, jongens, het is echt te erg hoe ze het hebben verlogend, eigenlijk letterlijk hebben verkracht. Dus God is niet eens, hoe moet ik het zeggen, te verklaren. Ja, je bent het. Het is een immense intelligentie, het licht van alle wezens. Het is niet eens te omschrijven, zal ik het zo zeggen. Nou, vraag. Als u verklaart, ik ben God, en u bent niet in staat uw eenheid te accepteren, is het dan geen kwestie van blind geloof? Inderdaad, je hebt natuurlijk dat je zegt, ik ben God, ik ben God, ik ben God, en je snapt het eigenlijk nog steeds niet, of je begrijpt het niet, of je gelooft het niet. Nou, hier is het antwoord. Als u dit uitsluitend verklaart uit blind geloof, hebt u een scheiding gecreëerd. En u zult het doel niet bereiken. Het is veel beter om te zeggen, ik kan. En dan meteen te vervolgen met, ik ben. Als u de ik kan niet houding accepteert, hebt u een scheiding van God geaccepteerd.
Dus ik kan, ik ben God. Ik kan, ik ben God. Ik kan, ik ben God. Vraag. Als de mens God is en God is geest, hoe is het stoffelijke lichaam dan ontstaan? Antwoord. Als hypnotische invloed in de geest van de mens. Het heeft geen basis in werkelijkheid. De mens bracht het stoffelijke voort. Het sterfelijke lichaam is een hypnotisch lichaam. En wanneer de mens ontwaakt uit die toestand, zal het als een nachtmerrie voor hem zijn. Hij ontwaakt om nooit meer te dromen. Ja, het stoffelijke lichaam, hoe moet ik het zeggen? Het stoffelijke lichaam noemen we stoffelijk lichaam wanneer men uittreedt uit zijn lichaam. Want dan keert het weer terug tot stof. Dus het is niet dat je geen lichaam hebt, of dat je het lichaam niet mag zijn, of dat je alleen maar als geest door zal gaan. Nee, het is het stoffelijke lichaam wat tot stof wederkeert als de geest uit het lichaam treedt. Daarom noemen ze het een stoffelijk lichaam. Maar je bezit je lichaam, je bent je lichaam, dus het is niet zo dat je geen lichaam hebt. En want God drukt zich uit door de mens, ja. En hij kan zich alleen maar uitdrukken door een lichaam, door dingen juist te doen, door dienstbaar te zijn in dit universum. Dus wees ook altijd dankbaar dat je dienstbaar mag zijn voor deze planeet en dat je een dienst mag brengen en dat je er bent. Nou, lieve mensen, dit waren alle vragen en antwoorden voor vandaag. En dan ga ik jullie in de volgende video weer de vragen en antwoorden en citaten oplezen. Nou, zijn er nog steeds vragen? Stel ze hier gerust onder de video in de reacties. Ik vind het altijd erg leuk als jullie reacties sturen. Nou, ik hou van jullie en tot snel. Doei!